Zo, ik moet even mijn kop tegen bladeren aan. Goedemorgen. Wij hebben van... Nou, ik heb vandaag weer twee vrijdagen. Vandaag en morgen. Tenminste, als in internetvrijdagen. En John heeft vanochtend ook een vrije ochtend. Dus we gaan op tour. Gewoon met de scooter. En we hebben een weg die hebben we nog niet gereden. Dus die gaan we in vandaag. Dus dat wordt spannend. Nog even op zoek naar de banden oppompen. Want de banden zijn zacht. Maar ja, kunnen we weer niet vinden. Dus het is echt iedere week weer iets dat we kwijt zijn. Ik neem het over de poncho's mee, want er komt een beetje donkere lucht aan. Want we zien een stukje rivier. Dus ja, dat willen we even in natuurlijk. Het eerste is een beetje wel tegengekomen en ik ben Jeanette direct al weer kwijt. Ik hoop niet dat ze terugkomt met een gebroken hand. No one can see me now. I'm miles above you. Don't care what they're seeing below. Cause I'm miles above. Mooi jongen, we gingen vet ver de berg in, maar ja, op een gegeven moment ben ik gestopt, want John die bleef hier ook. Dus dat was echt jammer. Maar dit is echt mijn lievelings hoor. Dat ze niet afwaaien door de snelheid. Wow. Gelukkig doet John er alles aan om snelheid te winnen. Dit gaat echt, we staan stil man. Nee, maar we zien een geheime route ineens, dus daar willen we in. Dat gaan we nu doen. We staan nu op een punt, naar beneden gaan we echt de modder in. En naar de andere kant is vet stijl omhoog. Nou, we weten allemaal, dat gaat er niet worden met deze scooter. Dus wat gaan we doen? Ja, terug maar denk ik. Ja, oké. We gaan terug. Nou, het zijn op zich wel paden. Maar gezien onze niet super sterke scooter, is een statement, gaan we toch maar terug. Nu weten we nooit wat er aan het eind van het pad ligt. Ja, ondertussen is John gewoon weer weg op de scooter. Net als vorige keer. Toen begint echt een patroon te ontstaan. Maar hij is wel de steile heuvel op, zie ik. Maar dat scheelt ook nogal wat kilo's als ik natuurlijk niet achterop zit. Dan gaat het waarschijnlijk makkelijker. En wie kan weer lopen? Joep. Is er wat? Ja, ik weet het. Het is niet echt handig. Het is best gevaarlijk. Oh. Dus dan gaan we niet verder. Omdat we hier rond dus echt super vaste klant zijn, kwamen we binnen en werd er direct al gezegd, ja, er zijn geen, ja, ik weet niet welk fruit. Een soort van aardbeien. Ja, we waren niet voor in de smoothie die we echt structureel afnemen. En ik neem er al twee. Dus ze vroegen al, oh, wil je dan eentje met cranberries erin? Ja, en wil je dan één of twee? Nee, doe maar twee. Nou, en dat is nou allemaal gefixt. Hoezo heb je er nu eigenlijk twee? Dat is net op dieet. En wie nog meer? Ik ook. Daarom neem ik alleen maar koffie en een smoothie en eten. Ja, dat komt. Ik constateerde dat ik een dikke kop krijg. Dus dat wordt tijd om er even wat aan te doen. En, dus ik heb nu ook een salade, maar dat heb ik altijd hier. Dus ja, binnenkort ben ik weer heel slank en stralend. Nou, het regent best wel hard. Dus we gaan nu naar huis met de poncho en regenjas. Want die hebben we nu niet voor niks mee natuurlijk. Dus overbodig om te zeggen dat ze niet heel veel zin hebben. Dat is echt altijd zo. Maar soms moet je doen wat nodig is. Ja, bij de gym doen we dat echt altijd. We doen gewoon wat nodig is, niet wel zin hebben. Het is echt heel druk. En op deze tijd zijn we ook nog nooit geweest, maar ik denk dat we ook niet meer gaan op deze tijd. Het eerste wat we ook allebei dachten was, oh, we gaan terug. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Helaas. Van eten. Moet je kijken, kun je lachen. Meest smakelijk!
dat is gewoon spijt naar raak voor knallen. We gaan het eten. Maar Johnny moet eerst even zijn kleding passen. En dit doe je waarschijnlijk wel heet is, denk ik, of niet? Het is echt heel heet. Maar de stoom komt er ook vanaf. Ja, ik zet het even in de week, want we hebben hier wel een wasmachine. Alleen komt het vaak nog meer... Stinkend uit. Ja, stinkend meer vies uit dan dat erin is gegaan bij sommige dingen. Dus ik denk dat het een handwasje dit keer. Ja, maar dat is een paraplu was deze keer. We zitten bij een restaurant waar we ook Nederlandse dingen hebben. Dus wij hebben bitterballen. Ja, bitterballen. Gaakbal met patat. Ja, niet makkelijk. En even een potje poelen. De laatste keer dat ik met Sven heb gepoeld, heb ik alleen maar verloren. Terwijl er helemaal niks van kan. Nee, nou, dat werd dus gezegd van kom. Plus, ik wist het niet meer. Maar nu ben ik dus vol vermoed, want ik ben schijnbaar heel goed. Spannend, jongen. Ik vond het ook echt heel spannend. Ik had verwacht dat ik met twee vingers in mijn neus zou winnen. Maar... Nee. Ja, ik vond dat het John slecht was. Die had zwart wit. Ja, jij was slecht, maar ik schiet zwart wit. Dat was echt slecht. Ik heb op dit moment 0 ballen erin. En het is niet dat ik in die buurt niet gaten komen. Het gaat gewoon echt hoekje eruit. En ik speel nu voor zwart. En ik zeg net, heb ik nog nooit in al die honderdduizenden potjes, dat is overdreven, maar al die honderden potjes die ik heb gespeeld, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Het was tegen de verwachting. Het is nog niet klaar. Maar inmiddels is alleen de zwarte bal nog open. Ik kan me nog herinneren, 10 minuten geleden, dat Jeanette nog niks erin had en ik alles. Matchpoint nog niet echt verzilverd. 25 minuten later dan nodig, maar hij heeft gewonnen. Oké, wij gaan een rondje fietsen door de buurt hier. Nou, en ik ga fatbiken. Ja, dat is gewoon een bike met vette wielen. Gewoon dik, daarmee het zo. Vroeger hadden wij de dikke bandenrace. Ja, nou, we zullen... Ja, nee. Oh. Ja. We zullen even laten zien zo meteen. Dit is pas echt een dikke bandenrace. Ja. Dit, waar we nu staan, is ook echt waar mensen wonen. Ze hebben hier, ja, kunt natuurlijk niet helemaal op erf, een beetje raar. Wel, staan er ook al op. En maar het is echt midden in een bos. En er staat dan een hutje met eigenlijk niks. Ja, en een varken met biggetjes. En that's it, daar wonen ze. Het is echt heel, heel bizar om te zien eigenlijk. Op 26 maart is hier in heel Bali een feestdag. Dan jagen ze allemaal goden uit. Of nou, niet goden, maar slechte geesten. Maar slechte goden, denk ik. Dan is ook, ligt alles plat hier op het eiland. Helemaal kun je niet vliegen. Kun je, als toerist moet je binnen blijven. Dan mag ik echt niet hier zijn. Ze maken dan ook allemaal speciale, ja, enge poppen van papier-mâché en zo om die geesten uit te jagen. En de dag erna, als alles al stil en donker is geweest, zodat de goden weg hebben kunnen vliegen en Bali niet meer kunnen vinden, dan gaan ze feest vieren omdat ze dan een soort van veilig zijn als het ware. En ze zijn nu al bezig, een soort ja, versierde wagens maken dan om boze geesten uit te jagen eigenlijk. Het ruikt hier alsof je op een manege fietst die echt al weken niet uitgemest is. Hier worden ook weer poppen gemaakt, waarschijnlijk ook voor datzelfde feest. Ingereden. We hebben hier op de achtergrond, ik weet niet echt waar je ze ziet, varkentjes. Dit is John. En ze hebben hier overal van die biggen. Heel veel. En die moeders zijn super mager. Allemaal echt skeletmager. En zoals dit ook, dit is echt midden in een bos. En dan heb je ineens een hele berg met biggetjes. Het is heel apart allemaal opgebouwd hier.
dan. Wij gaan weer even naar de supermarkt. Zoals eigenlijk om de dag zo ongeveer zo'n beetje. En morgen hebben we een grote Lovina tour. En die hebben denken we. Denken we, maar dat is het zo. Ja, maar als je een afspraak maakt met een tuut 5 dagen geleden, dan weet je niet of het nog steeds dat ik nog weet. Nee, dat is wel waar. Maar goed, we gaan ervan uit dat het wel doorgaat. En dan weten we eigenlijk niet echt wat we gaan doen. Maar in ieder geval naar watervallen en naar hot springs. En ja, we zien wel een beetje. En dat is wat we dus morgen de hele dag gaan doen. Voor nu wensen we jou een bijzonder fijne week weer. Want het is weer voorbij gevlogen natuurlijk. En wij genieten hier veel van de zon. Want het regenseizoen is zo'n beetje voorbij. We hebben vet veel zon deze tijd. En nou ja, tot gauw. En dan kun je de volgende keer mooi meekijken met de Lovina Tour. Als John nog weer terugkomt